Wij als Bakkerij Vreeswijk hebben 10 jaar geleden het roer een klein beetje omgegooid. We zijn een campisch bedrijf, we zijn een familiebedrijf. Nou, dat willen we uitdragen. Nou, wat is er mooier als producten uit onze eigen regio om die te verwerken in onze producten? 8 jaar geleden ben ik in contact met Gerard gekomen. Destijds was er nog in de, Bork, of in de molen in Borkel en Schaft. Nou, toen, na een verloop van tijd, was die molen al te weinig capaciteit. Dus zodoende zijn we hier in Heze Leende terechtgekomen. En sindsdien maalt Gerard voor ons het meel. Ja, toen Adriaan mij benaderde, had ik al gelijk zoiets van, mooi, want ik ben molenaar. Ik zit op een molen, maar ik wil ook echt produceren, ik wil het ambacht uitoefenen. En de vraag voor een natuurproduct, die sloot goed aan bij wat ik kon leveren. De vraag was in eerste instantie naar roggemeel, tarwemeel en dan liefst ook streekgebonden. En ja, toen heb ik toch mijn ervaring ingebracht, om het zo te zeggen. Dat je tarwe bijvoorbeeld van de bodem hier in Brabant, die heeft niet de goede kwaliteit. Dus we zijn uiteindelijk uitgekomen op Zeeuwse tarwe. We zijn wat recenter met speld aan de gang gegaan, ook lokaal geprobeerd. Maar uiteindelijk zijn we toch teruggevallen op de speld uit Wallonië, uit Zuid-België. Meer zon geeft meer kwaliteit. Hè? En dat herken jij. Ja, klopt. Ik kan blind Gerards meel en spel eruit halen, omdat dat net wat grover van structuur is. En dat kunnen wij zo zien, want dat kun je voelen. Omdat het inderdaad een natuurproduct is, is het wisselend van samenstelling. Maar daarom ook des te specialer. Ja, ja, wat ik denk ik meegeef aan de bakker met het meel, is dat ik het, de persoonlijke touch wil ik het noemen. Ik heb het meel bijna letterlijk allemaal door mijn handen gehad voordat het in de zak gaat, om te voelen wat de kwaliteit is. En daarmee ben ik als molenaar heel erg betrokken bij het product. Ik ben ook een liefhebber als molenaar. Het ambacht wil ik in stand houden om daarmee de molen in stand te houden. En dat zit min of meer allemaal in het meel. De emotie, zo gezegd, de positieve emotie. Dat is mooi. Ja, hè? Ja. Yeah.